Welkom bij Empowering Voices. Ik praat zo meteen met Sabine Hess. Sabine Hess is coach en trainer en de bedenker van de Kiba-methode. Wie ben je? Wie wil je zijn? En hoe kom je daar? Daar gaat Sabine ons meer over vertellen. Mag ik een warm en daverend applaus voor Sabine Hess. Sabine, welkom. Dank je wel. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, ja goed. Ja. Lekker geland. Ja, lekker geland. Goed zo. Ja. Goed zo. Wie is Sabine? Ja, wie is Sabine? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat is ook de vraag waar ik altijd naar op zoek ben. Ja. En ik geloof dat in die zin je altijd groeit. Dat je altijd een potentieel hebt. En dat je in die zin niet eens eigenlijk precies weet wie je bent. Mm-hmm. En dat dat dus eigenlijk ook niet hoeft. Mm. Dat je eigenlijk niet op zoek hoeft te gaan naar wie ben ik, maar meer wie wil ik zijn. Oké. Maar ik weet nog niet wie Sabine is. Nee. En wie is Sabine? Ik ben iemand die het heel leuk vindt om mensen te inspireren, om zichzelf te ontdekken, zichzelf te zijn. Ja. En vooral vanuit vreugde en moeiteloosheid. Okay. En dat zijn ook wel dingen die ik zelf heel graag zelf leef. Ja, ja. Okay. Ja. Wat voor kind was je? Wat voor meisje was je? Of tiener, laat me dat vragen. Ja, toen ik zeg maar klein was, wat ik al in mijn jeugd heel erg heb gedaan, is dat ik de wereld niet zo goed begreep. Hmm. En ik voel mezelf raar. En wat ik toen heb gedaan is van, maar hoe werkt dat dan in de wereld? En wat is dan normaal? En hoe doen mensen dan? En wat wordt er dan van mij verwacht? Okay. Dus eigenlijk was ik best wel een modelmeisje. Oké. Okay. Om gewoon, ik was heel erg aangepast en ik deed alles keurig zoals het hoorde. En ging dat lang goed? Nee, dat ging niet. Ja, tot mijn 32e ging zo, dat goed. Dat is best lang, toch? Tot je 32e, dat is best lang. Ja, het is wat wel heel erg leuk is dat ik, omdat ik me altijd heel erg aan het intunen was op andere mensen. Wat verwachten ze dan en hoe moet je je dan gedragen? Dat ik toen al heel erg mijn intuïtie heb getraind. Okay. En dat weet ik natuurlijk nu pas. Maar toen ik 32 was, toen hield ik het inderdaad niet meer vol. En toen heb ik een burn-out gekregen. Zo. Omdat ik iets had van, ik heb me altijd aangepast aan andere mensen. Ja, en wie was ik dan? Ja. Dat was ik dus ook gewoon helemaal kwijt. Ja. En ik wist het niet meer. En dat was voor mij wel het moment om op zoek te gaan naar wie ben ik en waarom ben ik hier. Ja. Heb je die persoon gevonden die je zocht? Ik heb hem gevonden. Maar zoals ik net zei, je blijft ook altijd wel in ontwikkeling. Ja, precies. Ja, wat ik heel erg toen heb gemerkt is dat, dat het eigenlijk juist heel goed is als iedereen anders is. Ja. En dat je daarin helemaal jezelf kan zijn. En ik vind het heel erg leuk om nieuwe dingen te bedenken, nieuwe dingen te doen, met mensen om te gaan, mensen te inspireren. Ik heb in die periode ontdekt dat ik het dus heel erg leuk vond om te trainen en te coachen. En dat ben ik toen ook gaan doen. Dus toen ben ik ook na mijn burn-out ben ik een eigen bedrijf begonnen. Oké. Okay. Ja. Jij hebt de Kiba-methode ontwikkeld. Ja. Ja. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, de Kiba betekent spirituele plaats. Mm. En Ki staat voor levenskracht, levensenergie. Want ik geloof dat dat altijd door je heen stroomt en dat je daar wat van kan gaan maken. En Ba staat voor oorsprong en ook voor oude ziel. En dat wist ik natuurlijk helemaal niet toen ik dat woord bedacht. Want het is ontstaan, want ik wou een boek schrijven. En ik wou daar een soort pad voor uitwerken. Zo, wat is nou jouw levenspad en hoe word je nou wie je bent en hoe ontdek je nou wie je bent? Dus ik had een aantal stepping stones en daar ben ik wat mee gaan spelen qua naam en hoe ga je dat allemaal noemen. En toen kwam daar opeens het woord Kiba uit. En toen ik dat dus googelde en ik las het is spirituele plaats en Ki, Chi is levensenergie en Ba is oorsprong, had ik wel zoiets van jeetje, weet je wel, dat is wel,
Ja, dan is het zo'n cadeautje van het universum, ja. Dat want alles samenvalt. Op jou, als ik op jouw site kijk, dan zie ik de woorden, key, of tenminste de afkortingen. Ja. Daar heb je andere woorden voor? Ja, dus zeg ja, de stepping stones, hè, de K ja. van Kiba staat voor je innerlijke kracht. Ja. En de I staat voor intuïtie. Ja. Want als jij je levensweg wil lopen, dan is het heel belangrijk om je af te stemmen op je innerlijk kompas. Mm-hmm. En de B staat voor bewust leven, bewust zijn, mm-hmm. bewust communiceren. En de A heeft twee betekenissen. De een is angsten onder ogen zien. Mm-hmm. Want als jij je hart volgt en wil doen wat je wil, dan kom je je angsten tegen. Zeker. Ik ook nog steeds. Ja. Het gaat erom van hoe overwin je je angsten. Ja. En doen, actie. Precies. Ja, want als je niks doet, gebeurt er actie. Ook niks. Ja, precies. Ja. Wie weet dat die actie moet ondernemen, maar doet het niet? Ik zie maar één vinger, ik geloof er helemaal niks van. Ik zie maar één persoon maar eens eerlijk in de zaal. Ja. Oké, ik zeg het verkeerd. Niet maar één persoon is eerlijk, want... Ja. Maar ik geloof niet dat iedereen die hier zit echt actie onderneemt op de dingen die ze willen doen. Toch? Het is moeilijk om eerlijk te zijn tegen jezelf, hè? Jullie hoeven niet eerlijk te zijn tegen mij, hoor, als je maar eerlijk bent tegen jezelf. Goed, actie. Dat is inderdaad wel heel zoiets. Belangrijk. Ja, precies. Ja. Want we weten het allemaal zo goed, hè? Ja, vaak we wel. We weten het echt. We weten het vooral goed voor de ander. Maar als het om onszelf gaat, dan doen we het. Want dan komen niet. Je angsten om de hoek kijken. Precies. Ja, dus mijn motto is ook altijd, zet elke dag je grootst mogelijke kleine stap op weg naar je droom. Ja. En maak hem zo klein mogelijk. Ja. Want als je hem klein maakt, dan durf je hem ook te zetten. Want anders komt gelijk angst om de hoek kijken. Of je innerlijke criticus, van kan ik het wel, durf ik het wel, zitten ze wel op mij te wachten. Precies. Dus juist door de stap zo klein mogelijk te maken, zet je hem. Ja, ja. Ja. Wat is, je hebt een burn-out gehad, hè? En toen, dat was eigenlijk een beetje het keerpunt in je leven. Ja. Wat heeft dat betekend voor de rest van je leven? Betekent het dat je nooit meer een burn-out krijgt, omdat je zo gefocust bent nu? Of? Nee, ik word nooit meer burn-out, maar ik heb wel mijn valkuilen. Mm. En alleen het verschil met voor mijn burn-out is dat, want ik heb wel heel veel energie en heb altijd veel meer ideeën dan ik ooit kan uitvoeren. Dus ik kan wel heel gemakkelijk mezelf voorbij lopen. Yeah. En wat ik vroeger dus dan gewoon deed, want dan moest ik, immers aan de verwachtingen van anderen voldoen, dan ging ik maar door, zonder te pauzeren. Mm. En nu, het is ook natuurlijk mijn kracht, mm-hmm. en alleen ik heb er nu balans in gevonden. Ik weet nu veel beter doordat ik meer contact heb met mijn lijf, van ja, nu moet ik gewoon echt ook even rusten. Mm. En nu hoeft het even niet. En dat je dat jezelf toestaat. Ja, en wat heeft dat betekend in jouw werk? Want ik neem aan, voordat je trainer was, was je in loondienst? Ja. Of had je toen? Ja. Je was in loondienst. Ja, ik was in loondienst. Ja, klopt. Okay. Ja. Ja, en je hebt toen die switch gemaakt naar het ondernemerschap. Ja, want door mijn burn-out ben ik natuurlijk zelf op zoek gegaan naar wie ben ik en waarom ben ik hier. En toen kwam ik erachter dat trainen en coachen, dat is iets wat ik kan. Ja. En als je echt je kwaliteiten leeft, die hoef je alleen maar te ontwikkelen. Precies. Die hoef je niet echt te leren. Klopt. Dus dat heb ik eigenlijk juist door die burn-out periode ontdekt. En mijn hooggevoeligheid, ik ben hoogsensitief. Mijn intuïtie, wat vroeger een valkuil was, dat kan ik nu echt, dat is gewoon nu mijn kracht. Okay. En dat is wel heel erg leuk. Ja. En dan sta je ook, als jij echt in je kracht staat, dan gaan dingen veel meer moeiteloos. Klopt. En vroeger moest ik altijd dingen doen wat eigenlijk niet echt bij me paste. Dus dan is het hard werken. Heel hard werken. En nu is het ook hard werken, maar omdat je er heel veel energie voor terugkrijgt, blijf je in balans. Precies. Ja. Wie herkent een keerpunt in zijn leven? Zijn er mensen in de zaal die ook een keerpunt hebben gehad? Ja, en dat kan groot zijn, dat kan klein zijn, maar er komt wel altijd een moment waarop je denkt van oké, dat het kwartje valt en dat je dan die andere weg gaat inslaan. Ja. Wat kun je de mensen in de zaal een tip geven als ze denken van maar wie ben ik nou echt en hoe vind ik mezelf? Waar beginnen ze dan? Ja. Het begint met wat maakt mij blij? Hmm. Want ik geloof echt dat je ziel vreugde is.
En dat jouw levenspad vreugde is. Dus eigenlijk is de eerste vraag, waar word ik blij van? Wat vind ik leuk om te doen? Wanneer zit ik in een flow? En soms is dat dan moeilijk genoeg. Ja. Als je in een burn-out zit of depressief bent, wat ik ook wel ken, dan is dat al een moeilijke vraag. Maar dat is dus het eerste wat je kan onderzoeken. Ja. Dus alles wat je plezier geeft, alles wat je vreugde geeft, dat is eigenlijk jouw levensweg. En dat kan je, dat kan je gaan delen. Ja. Als je morgen mocht gaan doen waar je echt blij van werd, wie zou nog naar kantoor gaan? Zijn er mensen hier die in loondienst werken? Nog? Ja? Kijk, bijna alleen maar ondernemers. Laat me een andere vraag stellen. Als je niet betaald zou worden voor wat je nu doet, zou je het even goed blijven doen? Wie? Kijk, blije mensen. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Toch? Ja. Dat is een hele belangrijke vraag. Dat is wel een vraag die ik mezelf ook af en toe nog steeds stel. Ja. Van stel je voor dat ik inderdaad er geen geld voor zou krijgen, zou ik het dan leuk blijven vinden? En dat maakt ook of ik het wil blijven doen of niet. Ja, of dat je toch ook in je eigen bedrijf een koers kan verleggen. Precies. Ja, je staat wel vaker voor kruispunten, ook als ondernemer. Absoluut, absoluut. We zijn alweer aan het einde gekomen van ons interview. Sabine, mag ik je hartelijk danken voor je komst. Dank je wel. Heel veel succes met alles wat je doet. Ja, dank je wel. En dat je nog heel veel mensen mag helpen uiteraard om te vinden wie ze werkelijk zijn. Ja, dank je wel. Ik heb net gesproken met Sabine Hess. Zij helpt jou om te vinden wie je bent. Dus als jij denkt, ik zou ook willen weten wie ik ben, waar ik naartoe ga en hoe ik dat kan doen, zoek Sabine Hess dan even op. Denk je, ik heb een verhaal. En ik wil ook mijn bedrijf zichtbaar maken of zichtbaarder maken. Neem dan contact met mij op. En wie weet zit jij binnenkort bij mij hier in de stoel. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot een volgende keer.